Goedenavond allemaal. Ik ben ongelooflijk trots dat jullie er allemaal zijn. Vandaag alles in het teken van evenementenbeleid en de locatieprofielen die we daarvoor op gaan stellen. Utrecht wil weten op welke plek evenementen het beste zouden kunnen plaatsvinden. En maakt gebruik van de denkkracht van al die bewoners en al die organisaties die hier vanavond aanwezig zijn. En daar zijn we hartstikke blij mee. Zo komen we tot de beste locatieprofielen voor evenementen voor de stad Utrecht. We hadden net een opdracht waarbij wij ons moesten inleven in de rol van de bewoners. En daarbij moesten wij ons ideale evenement gaan inbeelden. Het ideale evenement voor mij is een evenement waar iedereen welkom is. Waar iedereen ook naartoe kan. Waar een combinatie is van muziek, eten, gezelligheid, sfeer. Eigenlijk een beetje een soort van huiskamer, tuingevoel, maar dan net ietsjes groter met jouw stadsgenoten. Sociale meerwaarde is belangrijk omdat je een festival organiseert in een bewoonde omgeving. Dus zorg dat je ook iets terug doet voor de omgeving. Probeer organisatoren te verleiden om daarover na te denken. Bijvoorbeeld watertappunten of gratis toegang of korting. Omdat ik zelf in Overvecht woon, hebben wij vooral gekeken naar wat die wijk te bieden heeft. En dat was op het gebied van events niet bijster veel. Dus we hebben een plan geschreven om de wijk wat meer op de kaart te gaan zetten. Omdat we merken dat het echt een los eiland is binnen de stad. We hadden bedacht om rond het winkelcentrum, dus eigenlijk een soort multicultureel festival te gaan organiseren. Door de buurtbewoners voor Utrecht. Utrecht is ontzettend divers. We hebben heel veel historie, het is ook heel mooi bewaard gebleven. Dat leidt tot heel veel kleinschaligheid. We willen verbinding tussen bewoners, want juist inderdaad, de stad groeit zo snel. Dat het echt gewoon belangrijk is dat, zowel in je wijk als in de stad, dat gewoon iedereen elkaar kent en samen naar evenementen kan gaan. Wat ik verder mis is in dit verhaal de benadering van ouderen. Ik zie geen rollator evenementen. En die missen we in de wijk heel erg. Dus vooral laten zien dat we als Utrecht koploper willen zijn in duurzaamheid. Wij vinden bijvoorbeeld dat Utrecht moet zorgen voor rondreizende zonnepanelen die tijdens evenementen kunnen worden neergezet. En misschien een consumptiebon voor de bewoner, weet je? Zo simpel is het soms, hè? Instemmend geknik in de zaal, ja. Echt een positief gevoel een keer over evenementen. Niet alleen maar dat negatieve van overlast en te veel dit en veel dat. Maar snappen dat je evenementen op de goede plek op een goede manier neer kan zetten. En dat trots kan zijn op wat je samen doet en de stad leuker maakt. En eigenlijk dingen doet waar de bewoner van de stad ook blij van wordt. Positief gevoel. Het was een super gave avond. Meer dan 200 mensen met elkaar in gesprek over evenementen. Over wat ze leuk vinden, over wat ze denken dat beter moet. Over duurzaamheid, hoe dat toegevoegd kan worden in onze stad. Een heleboel input en een heleboel werk ook voor ons allemaal. Om hier een vervolgslag op te maken. Maar hier kunnen we echt verder mee. En dat gaan we dus ook doen.